De Amstel stroomt door de historie. We vinden deze nu gekanaliseerde rivier zelfs bij Vondel terug. Aan de Amstel en het IJ, zo bezong hij Amsterdam. We gaan die Amstel een stukje langs en we beginnen in Ouderkerk, dat de naam van de rivier als toevoeging draagt. Een dorp dat naar de 17e eeuw smaakt. De eerste kerk op het eerste kerkenpad van dit 15e seizoen en derde lustrum is de hervormde kerk. In 1773 gebouwd op een plaats waar al in 1300 een kerk stond en waar in de Gouden Eeuw veel Amsterdammers kerkten. We komen vreemd genoeg de kerk binnen via oude grafstenen, waaronder vroeger een dominee en zijn gade zijn begraven. De kerk heeft altijd in de Amsterdamse belangstelling gestaan. De anekdotes over het gebouw zijn legio, mede gevoed door een goed onderhouden kerkarchief. Eerst even aandacht voor het zeer mooie orgel. Het kwam in 1865 de kerk in. Friedrich uit Gouda bouwde het voor de Waalse kerk in Haarlem, maar met wat aanpassingen bleek het geschikt voor Ouderkerk. De kerk heeft een opvallende vorm. Dat vind je binnen terug in de hoge ramen. Sierlijke kroonluchters hangen aan een klassiek houten gewelf. Pronkstuk is de burgemeestersbank, met het wapen van Ouderkerk, verwant aan dat van Amsterdam, duidelijk zichtbaar. Notabelen waren welkom. Het kerkmeubilair is duidelijk uit de vorige eeuw. Zilverwerk uit 1870. Dwaal gerust is door het landelijke centrum van Ouderkerk. Prachtige gezichten op de Amstel. De tijd heeft er stilgestaan. Even verder, over de Witte Brug, vindt u een van de drie Rooms-Katholieke Urbanuskerken van de streek. De andere staan in Nes, waarover later, en in Bovenkerk, een wijk van Amstelveen. Een populaire heilige in deze streek. Onmiskenbaar een van de neogotische scheppingen van architect Kuipers. Het deurbeslag is bijna een handtekening van de befaamde kerkbouwer.
Binnen prachtig glas in lood en bezienswaardige altaren uit Kuipers ateliers. Een laatste avondmaal. De kruiswegstatie is geheel van geglazuurde tegels gemaakt en fris van kleur. Een oud paneel van een preekstoel is nu op de plaats van een buitendeur bevestigd uit een vorige andere kerk. Symbolen van de vier evangelisten. Aan orgel en plafond vinden we de decoraties in kleuren terug die zozeer het handelsmerk van de architect zijn. Een interessante kerk, maar wel aan een grote onderhoudsbeurt toe. Op weg langs de Amstel. We passeren een oude buskruidmolen. Duidelijk wordt dat deze route zeer geschikt is om per fiets af te leggen. De witte fietsenwagen van de ANWB en de Hartstichting is dan ook aanwezig. De Urbanus van Nes aan de Amstel staat haast met de voeten in de rivier. De eerste schepping van Jos Kuipers, zoon van zijn vader. En later even beroemd, al was het maar om zijn bouwplan voor de Amsterdamse effectenbeurs. Reken maar dat men er in Nes trots op is en er goed voor zorgt. Een neogotische, driebeukige kruisbasiliek heet deze architectonische vorm van kerkbouw. Jos, de zoon van Pierre Kuipers, was dus bouwmeester. En hij heeft nogal wat van zijn vaders gedachtegoed verwerkt. Later ontwikkelde hij een meer eigen stijl. Maar zijn talenten op het gebied van de aankleding van kerken zijn hier al in volle glorie aanwezig. Het hoogopgaande altaar is een goed voorbeeld. Ook de doopkapel met knap smeedijzerwerk toont in de keramische panelen met christelijke symbolen een sterke verbeeldingskunst.
Van de altaren valt vooral het Maria-altaar op, door grote evenwichtigheid en een wondermooi gebruik van kleuren en verguldsel. Het glas in loods is wat traditioneel, maar de preekstoel is weer heel bijzonder. Een trap van graniet, een dragende kolom van groen marmer, een kuip van witte zandsteen en een fraai bewerkte leuning. Met het houtsnijwerk van de Communiebank is voor die tijd en die stijlopvatting een topprestatie geleverd. Let eens op de verwijzingen naar brood en wijn. De vloer wordt gedekt door gebakken tegels in allerlei motieven. De kruiswegstatie in Makkemer tegels tekende Jos Kuipers zelf. De uitvoering is puntgaaf. De wandschilderingen beelden belevenissen van heiligen uit. Zo is in deze kerk veel te zien. Met zorg en liefde onderhouden door een handjevol mensen die nog maar een maand geleden vierden dat hun kerk 100 jaar geleden in gebruik werd genomen. Even verder aan de Amstel, richting Uithoorn, staat de Tamerkerk. Een godshuis met een geschiedenis van 4 eeuwen.
Kerken kwamen en gingen, maar op deze gewijde plek werd in 1835 een kerk gebouwd waaraan Biedermeier-invloeden niet vreemd waren. Aandacht vraagt eerst het prachtige plafond. Niet alleen om het lijnenspel, maar ook omdat de kerk een zeer goede akoestiek heeft. Op de eerste kerkenpad zaterdag hoopt de Amsterland kantorij onder leiding van Willem Vogel dat om 5:00 's middags te bewijzen met een concert. Soms moet je even ergens onderkijken. De stoelen in de kerk blijken na enig onderzoek te zijn gemaakt door de fameuze meubelontwerper Tonnet uit Wenen. Veel geïmiteerd in velerlei vorm, maar hier hebben we nog met de echte te maken. Knipscheer bouwde het orgel. Voor 1300 gulden. Oorspronkelijk was de kast donkerbruin, maar werkers uit de gemeente hebben die verflagen verwijderd, het instrument wit geschilderd en voorzien van gouddecoratie. Dat past beter in de stijl van de kerk. Boven de veenplassen rondom Vinkeveen torent de kathedraal van de Venen, de Heilige Hartkerk. Misschien wel de mooiste in het landschap staande kerk van ons land. Duitse veenarbeiders van katholieke huizen hebben hun stempel gezet op deze plek. Er was een grote kerk nodig. Alfred Tepe, we komen hem op het kerkenpad nogal eens tegen, bouwde deze zeer ruim bemeten kerk. Tepe vormde een team met een andere grootheid uit die tijd. Kerkinrichter Mengelberg. In diens Utrechtse ateliers werd het altaar vervaardigd. De panelen tonen ontmoetingen met Christus. Er moest, vond men destijds, gelegenheid zijn binnen de kerk om processies te houden. Er werd een omgang gebouwd en, heel curieus, een Lourdesgrot ingericht. Dat ziet men niet vaak. Heel ongebruikelijk is ook een wandtekening zoals Otto Mengelberg hier maakte, in 3 stadia. Beneden de hel, in het midden de aarde en boven de hemel. En ervoor een kalvarie. Mooi, in elk geval bijzonder. De kunstenaar heeft zichzelf naar het vagevuur verwezen. De kerk is in het water op palen gebouwd. Voor controle moet men via een luik naar beneden. Daar vaart men dan met een bootje rond onder de vloer. Er zit veel paling. En verder ademt alles Mengelberg.
Wie een goed inzicht wil krijgen in hoe de Rooms-Katholieken eind vorige eeuw hun kerken inrichten, kan in Vinkeveen zeer goed terecht. Laat u de preekstoel niet ontgaan. Neogotiek in optima forma. Het orgel kwam mee uit een schuilkerk waar men destijds kerkte. Het instrument is uit 1627. Wander Beeuwkes uit Utrecht bouwde het. We sluiten de route door Amsterdam af met een bezoek aan de doopkapel van deze kathedraal van de Venen. We zagen hier in Hartje Holland hoe boeiend de geschiedenis van ons land vertaald in kerken zijn kan.